Bertsela heeft een deel van de voormalige gieterij in Drunen verkocht aan een groep investeerders. Samen met de gemeente Heusden, de Brabantse ontwikkelingsmaatschappij en een groep investeerders is een plan gemaakt om de gieterij nieuw leven in te blazen en Metal Valley verder te ontwikkelen. Begin dit jaar werd bekend dat de scheepsschroevenbouwer haar productie in Drunen stopt. Hierdoor verdwenen er 420 banen. Nu een deel van het bedrijf verkocht is, blijft de gieterij voor de regio behouden. Daar zijn we ontzettend blij om, want dat betekent dat het oude vakmanschap en ook werkgelegenheid voor een deel van de mensen behouden kan blijven. De gemeente Heusden hoopt dat nog meer bedrijven naar het Wertselaar-complex komen en hoopt zo het banenverlies gedeeltelijk op te vangen. Dat daar nieuwe activiteiten kunnen starten, dat er nieuwe samenwerkingsvormen tussen onderwijs, openbaar bestuur en het bedrijfsleven georganiseerd kunnen worden op het gebied, heel specifiek, van metaal. Het gebied moet voor andere bedrijven aantrekkelijk worden om zich hier te vestigen. Ze komen ook vragen van wat gebeurt hier, kunnen wij meedoen, dat het voor andere bedrijven aantrekkelijk wordt om te volgen wat hier gebeurt, gebruik te maken van de R&D en wie weet ontstaan er ook weer nieuwe bedrijfsmatige ontwikkelingen. Soester Gieterij uit Almere begint samen met zijn investeerders aan Gieterij Drunen. Een stuk basisindustrie wat weg dreigde te vallen. Nieuw leven wordt ingeblazen middels een extra input van nieuwe materialen die hier nog nooit gemaakt zijn. Maar is de gieterij in Nederland nog wel rendabel? Wertsela heeft niet voor niets haar productie naar China verplaatst. Men gaat naar China toe, A, omdat misschien daar de markt is, B, het prijzenverhaal. Ik ben ervan overtuigd dat er meer zaken zijn dan alleen maar dan prijs- en marktposities. Dat ook in Europa, met name, maar ook in Nederland, men nog steeds gebaat is bij korte overleglijnen. Gebaat is bij hoge kwaliteit. En ik ga niet zeggen dat dat niet uit China zal komen, beslist niet. Maar het woordje gunnen, het woordje relatie met afnemers is nog steeds voor onze productiebedrijven een hele belangrijke. En alles wat je ver over de grens wil gaan halen, geeft problemen in dat gebied. En daar maken we ook gebruik van. De manier hoe hier is omgegaan met het slechte nieuws van massa-ontslag kan een voorbeeldfunctie zijn voor elders in Brabant. Niet maar de wijze waarop we hier in januari direct een stuurgroep hebben geformeerd. Mensen vanuit de overheid, vanuit de bom, vanuit het bedrijfsleven, elkaar heel makkelijk hebben kunnen vinden. Dat is wel een werkwijze die wij nu ook weer gebruiken als onderlegger voor de structuur die in Os wordt gekozen. Die is daar weer anders. Het gaat daar ook om een hele andere bedrijfstak, de farmacie. Dat vraagt natuurlijk aanpassingen. Bovendien hebben we daar ook veel meer lijnen naar Den Haag liggen. Want het betreft daar ook een landelijk speerpunt, om het zo maar te zeggen. Farmacie, life science is echt een speerpunt voor de Nederlandse kennis-economie. In september begint gieterij Drunen, die in eerste instantie werk biedt aan zo'n 20 medewerkers.